Ik sta hier in het Jubelpark in Brussel omdat ik vandaag het allereerste interview heb voor Roef. En dat met de fameuze mannen van Jacklebo. Ik vroeg hen welke locatie voor hen een speciale betekenis heeft. En dat blijkt de Arc de Triomphe te zijn. Dus zijn we samen hierboven op het dak van de Arc de Triomphe. Let's go! En het dak kunnen we betreden via het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis. Jacklebo. Hallo. Goedemiddag. Hier bovenop de Arc de Triomphe. Zeg eens, waarom staan we hier vandaag bovenop de Arc de Triomphe? We zijn ondertussen bijna 4 jaar bezig en ons allereerste optreden was eigenlijk hier beneden onder de Arc de Triomphe. Mm-hmm. Voor een massa betogende mensen. Eigenlijk was hier het slot-event van de betoging. En toen hebben we hier via iemand die Karel kent had ons gevraagd van speelt jij in een groepje en we hebben ook nog iemand voor muziek te verzorgen en voilà. Dus, En dat optreden heeft wel geteld een nummer en een half geduurd en dan hebben we de betogers het podium overgenomen. Dat was gedaan. We gingen 9 nummers spelen, na 1,5 nummers hebben we eigenlijk moeten oprotten omdat ze heel kwaad waren. Dat zal wel een hele unieke eerste ervaring geweest zijn dan voor jullie. Ja, het was ook direct duidelijk dat Jonas niet de stipste was. Ik was direct te laat al eerst. Alles stond opgesteld, hij was gesoundcheckt. Maar ik kwam met een brede glimlach af en ja, dat was genoeg. Dat was een goede excuus. Een goede reden, ja, een goede excuus. Ja, intussen hebben jullie al veel meer bereikt. Zo brachten jullie een maand geleden ongeveer jullie eerste album, jullie debuutalbum, What's All The Mumble About uit. Mm-hmm. Hoe hebben jullie dat ervaren om dat album te maken? Oh, dat was een serieuze trip al, hè, van 4 jaar. En je moet weten, als wij begonnen, kenden we elkaar eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus je begint een groep en je weet eigenlijk nog niet dat je wel gaat overeenkomen. Dus dat is sowieso een avontuur. Ja. Maar muzikaal waren de raakvlakken, menselijk waren de raakvlakken. En we zijn gewoon gegaan en gebouwd aan iets 4 jaar lang. En dat is het geworden. Ja. Voilà, en die plaat is een werk van 2 jaar lang met Mario Goossens, onze producer, te werken. In verschillende studio's. Nieuwe nummers opnemen, oude nummers herwerken. Ja, een werk van lange adem, we zijn heel blij. Ook hebben heel veel mensen zeiden van, je kunt maar 1 keer een debuutalbum maken. Is maar 1 keer een first impression. Dus neemt er uw tijd voor. Dat is wel een tip naar alle andere jonge groepen die ook zoals ons bezig zijn. Ja, het is ook echt een goed album, vind ik. Dank je. Maar je zegt Mario Goossens van Triggerfinger. Ja, hoe was het om met hem samen te werken? Dat was heel leuk. Dat was plezant, ja. Dat was een hele lieve mens. Mm-hmm. En een hele goede muzikant. En, dus dat is niet echt alles dat je kunt zeggen over Mario. Nee, ik ben pas aan het beginnen. Dus dat was, ik kende Mario al eerder. En ik dacht dat dat een goede match ging zijn met ons. Mm-hmm. En hebben we heel veel samen gerepeteerd en heel veel aan nummers gewerkt, aan structuur gewerkt, aan gewoon houding en attitude gewerkt. En, mm-hmm. Dat was heel vruchtbaar. Ja, jullie hebben veel aan hem te danken dan. Ja, heel veel. Heel veel. En hij komt nog altijd nu naar optredens kijken, of zoals gisteren bij de Lotto-arena gespeeld en dan was hij er ook weer bij. Ja. En dan achteraf komt hij altijd zeggen van dat was tof, of let daar eens op. Of hij stuurt berichtjes naar de geluidsman van er zit te veel bas hier of weet ik veel wat daar. Ja. Dus hij is altijd heel betrokken. Ja, dat is wel leuk, zo die steun dan. Maar jullie zijn ook onder andere naar Londen getrokken voor opnames. Maar wat is nu jullie mooiste ervaring van heel het gebeuren van jullie album? Van de studio, wil je zeggen? Ja. Dat moeilijke. Ik vond Londen wel heel leuk op zich, maar dan waren jij ziek, hè? Ik was daar heel ziek, ja. Dat was eigenlijk geen fijne dag voor mij. Maar ik vond eigenlijk de laatste sessie die we gedaan hebben voor de plaat was in België, in Wem, in Dardenne. Mm-hmm. En bijna de hele plaat is live eigenlijk de hele plaat is live ingespeeld, soms zelfs live gezongen. Dus live take staat op de plaat ook, van zang.
En onze nieuwste single, Lucky, hebben we eigenlijk denk ik een take of 10, 15 gedaan eerst. En het was altijd wel goed, maar zo nooit boonk erop. En dat was even zo'n mannen, we gaan breaks pakken, even buiten, een beetje gaan voetballen, leuke sfeer. En dan zijn we terug naar binnen gegaan, dus even een kwartiertje pauze. En was dat direct de eerste drie takes, waren super goed. En één van die drie takes hebben we gekozen. En dat is zo'n bewijs van, kijk, samenspelen is meer dan maar iets technisch. Dat is ook een vibe, dat is ook een sfeer waar je moet inkomen. En zeker als je alles live te samen inspeelt, dat vond ik wel een heel mooi bewijs. Een herinnering van echt teamwork als band, alles dat inspelen. Dat allemaal goed Ik denk dat we bij die laatste opnames ook gewoon op het hoogste niveau stonden om echt samen gaan in te spelen. Ja. Nou, de eerste keer moesten we dat echt nog meer inkomen en nu konden we dat zo. Dat is zo fijn. Een unieke ervaring weer al dan. Ja, sowieso. Leuk. En ze mogen nog komen. Jullie hebben ook een maand geleden een releaseconcert gedaan in de AB. Hoe hebben jullie dat ervaren? Dat was superleuk. Ik was er eigenlijk niet nerveus voor. Ik denk niemand eigenlijk heel nerveus voor was. Hè. Want de maand ervoor hebben we een concert gedaan voor Music for Life in de AB. En ik weet dat we dan wel nerveus waren, omdat we zowel die ook grote artiesten samenspeelden. Ja. Dat we dan wel heel gejaagd zijn vertrokken aan ons concert. Maar nu waren we echt heel chill. Ja. Ik had het gevoel dat we er al klaar voor waren om die release te doen. Ja. Plus er kwamen heel veel vrienden en familie ook kijken die ons misschien voor de eerste keer zagen. Dat was echt wel, het was uitverkocht ook, was heel fijn voor ons. Het was een heel hectisch dagje, dat weet ik nog wel, omdat dat was morgens vroeg bij Linde gaan spelen. Dan waren er nog interviews geven in de namiddag, opbouwen, soundchecken. Dan was er nog een radio-uitzending van Brus. Dus dat was de hele dag van hot naar her eigenlijk. En dan was dat zo na het optreden wel zo oef. Wat we moesten doen is allemaal goed gelukt. Nu gaan we feesten. Ja. Dat hebben we gedaan. Ja. Zo hoort dat, hè. Ja, ik was zelf ook aanwezig en ik zag toch dat jullie een heel enthousiaste fanbase hadden. Waarschijnlijk ook familie en vrienden dan. Maar ik kan me inbeelden dat het na zo'n concert ook wel heel overweldigend kan zijn om dan in contact te komen met die fanbase. Zeker. Ik heb zelfs gesigneerd deze LP's. Ik heb twee keer Jonas zijn naam geschreven en één keer Karel zijn naam. In plaats van mijn eigen naam. Dus ik ben nerveus. Niet expres, hè? Ja, het was echt gewoon uit lompigheid of uit overweldigd geweest te zijn geworden. Ja. Maar ook gewoon, het is vol een bak signeren zo op een plaatrelease. Dus je hebt niet echt tijd om veel te praten. Oh, je kunt zo kort babbelje doen, zo'n minuutje of zo, per mens. Het klinkt zo alsof dat je dat timed, maar dat is niet echt, dat is niet het geval. Trouw, zo. Maar ik zie wel veel vrienden en familie, maar ook heel veel mensen die ons voor de eerste keer zagen. Die ik zei van kijk, ik vond het super, dus dat was heel fijn. Dus dat was eigenlijk heel fijn contact met het publiek. En eigenlijk probeer dat nu altijd te doen, want nu zijn we pas dat hoofdstuk begonnen van te gaan signeren en platen verkopen en optredens. Gisteren ook in de Lotto Arena. Dat is kei fijn om daar met de mensen te praten en te zien. Ja, geven complimentjes of zeggen van het heeft me denken aan dat concert of aan die groep. Dus dat is allemaal heel fijn eigenlijk. Ja, dat moet gisteren ook wel heel geweldig geweest zijn voor het programma voor Kensington in de Lotto Arena. Grote zaal. De grootste zaal zeiden jullie net. Mm-hmm. Wat is het verschil voor jullie zo tussen de AB en de Lotto Arena dan? Voor mij komt een AB bijvoorbeeld harder binnen dan in zo'n grote zaal, wordt het een beetje surreëel. En je ziet wel een massa volk, maar dat is minder impressive of zo, op een of andere manier. Je zit ook maar constant aan het denken dat er niks misloopt als je daar staat. Ik toch, ik weet niet. Ik zeg maar de hele tijd aan het doen. Ja, maar die ervaring is gewoon een beetje surreëel de eerste keer zo'n volk zien. Het was echt al heel vol toen we begonnen. 8000 mensen zijn daar en dat is zo'n kuip vol met volk. Maar het was heel fijn. Je dat ook wel een beetje gaat wennen als je dan meer doet. Dat die afstand dat je dan toch op een andere manier gaat perceptie. Maar dat niet echt zenuw. Ik denk dat we meer zenuw hadden in de AB, inderdaad, dan nu. Gisteren. Ja, jullie staan ook in de afrekening van Studio Brussel. Klopt. Hoe wordt jullie plaat verder nog onthaald? Wel goed, denk ik, hè? Ja. Goed, heel goed, Karel. We hebben goede reviews gehad in de Humo en de Morgen en alles. En heel veel pers. En heel veel radio's draaien ons. Ook in Nederland, op 3FM worden goed gedraaid. Mm-hmm. En in Wallonië. Dus alleen maar positief, volgens mij. Ja, groepen die zeggen, ik hoor dan of dan, wat ik juist ook zei van het publiek en zo. En ook heel fijn dat wij in Nederland worden opgepikt, in Wallonië. Want we willen niet zo'n Vlaams groepje blijven, daar ons in de kerktoren blijft spelen. En tegendeel, is heel ambitieus. En, dus ja, die wordt heel goed onthaald. En laten ze maar rustig verder groeien, leuke festivals spelen. En dan zien we bij plaat 2 wel waar we staan en welke nummers daarop komen. Ja.
Ja, je zei het, jullie zijn heel ambitieus. Dat was al te merken aan jullie tour in Amerika. Mm-hmm. Hebben jullie nog plannen om die ambitiositeit verder te zetten, om het plan van de tour in Amerika nog te overstijgen? Onze manager heeft deze week een mailtje gekregen van Warner America, USA, met de vraag om de plaat daaruit te brengen. Dus, wow, ja. Bon. We zien wel, hè, maar ja. Het zou tof zijn om een keer terug te gaan. En, ik merk wel dat er bij veel mensen zo goesting is van we gaan die mannen nog eens naar Amerika sturen. En deze keer een pak professioneel als de eerste keer. Dus ja. Dat mag wel eens komen. Dat ooit. Zou wel echt ja. geweldig zijn. Ja. En zoals we gisteren hebben kunnen doen, support van een bekendere groep. Dat is eigenlijk de ideale manier momenteel om ons in de picture te spelen. Mm-hmm. En ja, zo ergens misschien volgend jaar in de clubtour met een grote Europese band of zo. Dat zou echt wel. Dat zijn we wel een beetje voor onthopen, maar we zien wel, dat zou heel cool zijn. Ja. Ja, jullie worden ook vaak vergeleken, ook jouw stem, met onder andere de Rolling Stones. Dat zal toch ook wel een enorm compliment voor jullie zijn. Is het jullie plan ook om hen te achtervolgen? Wel, ik denk dat er bepaalde groepen zijn in de wereld die je niet kunt meer achtervolgen. Dat is echt, ja, dat zijn legends gewoon. Ja. Maar dat is ja, zeker ook niet onder stoel of banken dat wij heel veel invloed dat soort muziek halen. Stones, Beatles, Faces. En alles daar rond zijn ook hele groepen, ja, Tommy James en Sean Dells, heel veel groepen daar zo net onder zitten, onder die bekende namen, dat toch ook wel heel goede muziek hebben gemaakt. Ja, gaan we die achterna? Ja, ik vind het wel heel cool dat die op deze leeftijd nog steeds blijven spelen. Ja. En dat die ook nog steeds zo een uitdaging zoeken. Zoals nu, we hebben die documentaire gezien van Olé Olé, dat ze daar in Latijns-Amerika en dan zo de eerste keer in Cuba zo gaan spelen. Dat is gewoon één grote machine geworden, hè. Maar het is wel cool, die gasten blijven. Ja, die worden precies niet oud. Ja. Dus op dat vlak willen ze wel. Ze zien er alleen oud uit, maar. Ze zien er oud uit, maar ze lijken 25 als je ze bezig ziet spelen. Ja. Dus laat ons ook maar zo rijpen. Dus over 60 jaar zien jullie nog altijd spelen. Ja, voilà. Dan gaan we wel met de lift naar boven komen. Ja, we hebben veel trappen mogen doen om hier bovenop de Arc de Triomphe te komen. En dan nog een laatste vraag. Als je mag dromen, je krijgt carte blanche, waar zouden jullie dan absoluut willen optreden? Een plek, een land, een podium, een zaal, maakt niet uit. Oh man, ik zou gaan voor de Royal Albert Hall in Londen. En waarom? Historiek, kei mooie zaal, mm-hmm. veel volk, mooi geluid, ook belangrijk. Ja, geen galmkot, het is echt kei schoon geluid daar. Ja. Ja. En jij? Over de plas zou ik in New York willen spelen, ergens. Beacon Theater is wel een hele coole zaal. Ik heb daar een documentaire van, zo'n live optreden van gezien van de Rolling Stones. Mm-hmm. Shining Light. En ja, dat zag er gewoon een kei mooie zaal uit. En ik denk soms, zoals we zeiden van de Lotto ook, mm-hmm. is het wel tof om zo'n zaal te waar een record bij het publiek staat, ja. met een kei mooie historiek van wie er allemaal gestaan heeft. Mm-hmm. We hebben ook op onze tour in Amerika zo'n ene hele mooie zaal kunnen doen in San Francisco. The Great American Musical. Ja, en daar had zo Ray Charles gestaan, Johnny Cash, Duke Ellington. Dat is dan wel een hele eer om daar te mogen optreden. Ja, the list goes on, Elvis Costello. En dat was inderdaad zo wel gek. En dat is, ik denk, zo'n mythische zaal wel cool om te staan een keer. Ja. En jij, Joris? Japan. Japan? Ja, dat zou ik heel graag spelen eigenlijk. Dat denk ik wel dat cool is. Waarom Japan? Dat lekker eten, hè. Ik eet graag sushi. Ik eet gewoon graag. Japan is iets anders. Ja, ik eet graag. Nee, Japan lijkt me wel eens cool. Dus totaal. Ja, ik weet niet waarom. Maar. Veel rockbands zeggen dat heel cool is om daar te touren. Ah ja, oké. Okay. Okay, dus doen we naar Japan doen. Hè? Ik hoop dat die dromen dan allemaal mogen uitkomen van jullie. Hè? Dankjewel. Dat is super. Graag gedaan. Bye. En een selfie? Ja.